Ja, nou, dat gaat meteen goed. Dag, dag Marcel Levy. Je zit... Heb je de uitzending... We zouden tutoyeren ook, hè? Absoluut. Heb je de uitzending gevolgd ook, of niet? Nee, tot nu toe niet. Ik kom net binnenrennen. Oh, je komt net binnenrennen. Oh ja. Maar meteen, je zit nu rechtstreeks in de uitzending ook. Want de column van Gremdaad, heeft dat jou beïnvloed ook? Nee, ik zou jokken als ik ja hierop zou antwoorden. Oh, want je wil nu wel, heb je duidelijk gemaakt, wat heel ongebruikelijk is, dat je bereid bent om minister van Volksgezondheid te worden. Ja, nou ja, weet je, bereid. Als ik daarvoor gevraagd word en als ik daarvoor in aanmerking zou komen, dus er zitten nog heel veel stappen voor, en als het past binnen een regeerakkoord wat gesloten wordt, en als daar dingen in staan die ik goed vind, dan heb ik gezegd, ja, dan loop ik er niet voor weg. Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen bij de Partij van de Arbeid, want ben je lid ook van de Partij van de Arbeid? Jawel. Ja, dat ze daar al, contact leggen als ze een beetje alert zijn. Nou, ik denk dat ze het heel druk hebben met andere dingen. Volgens mij moeten ze eerst maar zien welke partijen de coalitie gaan vormen. En dan moet er nog een beetje een afspraak worden gemaakt wat er wordt gedaan. En volgens mij ga je daarna pas de poppetjes erbij zoeken. Ik vind dat de logische volgorde. Nou, in jouw geval vind ik het niet. Want ik kan me voorstellen dat zij hoop putten uit het feit dat iemand die zoveel verstand heeft, die zoveel praktijkervaring heeft en zoveel inzicht, dat zij in hun... In hun handen wrijven, dat ze denken, goh, dat moeten we... Je hoeft niet toezegging te doen, maar ik kan me voorstellen dat iemand van de Partij van de Arbeid al belt om te zeggen van, zullen we daar even over praten? En als dat niet het geval is, dan zijn ze niet alert. Nou, weet ik niet. Ik denk dat je kan ook even afwachten hoe het loopt. Ik denk dat de Partij van de Arbeid weet nog niet eens of ze in de regering gaan meedoen. Dan moet je ook nog kijken hoeveel ministersposten en staatssecretaris je mag leveren. Er moet maar net op die portefeuilles zijn waar je goede mensen hebt. We willen ook graag een beetje 50-50 mannen en vrouwen. Het is zo'n puzzel. Ik zou het niet ingewikkelder willen maken. Nee, bovendien moet jij er ook niet mee zitten. Ik zit er mee. Nee, ik heb al een hele leuke baan. Ja. Ja, dat is waar. En je bent, heb je nu, als je terugkijkt op Londen... Want de ene keer waren het 7 ziekenhuizen en de andere keer 17 ziekenhuizen. Hè? Ja, nee, dat is heel verwarrend. Het zijn 7 ziekenhuizen. Op het laatst eerlijk gezegd 9, want we hebben er 2 bijgebouwd die net geopend waren toen ik wegging. Maar goed, het zijn er 7 officieel. Alleen ik had tijdens COVID had ik de coördinatie voor alle ziekenhuizen in Centrum en Noord-Londen. En dat zijn er 17 in totaal. Oh, inclusief 7 van mezelf. Ja. En dat hadden we eventjes gedaan in februari en maart in 2020, toen het zo uit de hand liep, helemaal in het begin. Maar ja, het ging maar niet weg. Dus dat is anderhalf jaar zo, nou niet anderhalf jaar, maar 1 jaar en 3 maanden zo gebleven. Maar het viel mij op dat je altijd, als je of bij Buitenhof of in andere programma's was, dat je zo duidelijk de controle had of uitstraalde over de situatie en tegelijkertijd rust uitstraalde en inzicht. Was dat niet lastig om, terwijl je midden in de praktijk op de vloer zit eigenlijk, hè, en ook af en toe als arts op de IC werkte en tegelijkertijd die leiding, om dan toch op het juiste moment te ontspannen? Ja, dat is wel een dingetje, maar ik dacht ook bij mezelf, ja, als ik nu paniekerig ga doen, dan slaat de vlam hier helemaal in de pan. Dus laat ik proberen zo rustig mogelijk te blijven. Ik heb natuurlijk best wel momenten gehad dat ik ook dacht van, oh jee, gaat dit wel goed? En dat ik thuis op de bank zat en dat ik dacht van, nou, ik maak me nu echt oprecht zorgen. Maar ik ben niet helemaal het type die dat dan gaat delen met de hele wereld. En ik dacht, mensen hebben er meer aan als ik een beetje uitstraal van, jongens, het komt wel goed. En als we met z'n allen een beetje ons best doen, dan slaan we ons hier wel uit. En dat is ook gelukt, uiteindelijk. Ja. Maar dan zit je thuis alleen op de bank en dan heb je geen opvang. Nou, wat je dan gaat doen, dan bel je familie. En of je gaat eens even appen met je vrienden. En dan krijg je best wel heel veel feedback en steun. En soms ook best goede ideeën. Het was even niet anders. Maar je hebt geen vrouw en, of man of wat dan ook? Nee, ik was daar alleen. En ik woon ook alleen. Dus, maar ik had wel heel super fijne collega's waar ik vrij veel mee kon delen. Ook in het crisisteam. En die zag ik bijna elke dag.
Ik had super fijne collega's in het ziekenhuis. Als ik klinisch werkte, weet je wel, verpleegkundigen, waar je gewoon even een kopje thee mee kan drinken. En eventjes, van beide kanten, een beetje kunt ontladen. En ik heb best wel heel veel contacten, maar die waren voor een belangrijk deel virtueel digitaal. Is wel een beetje kil natuurlijk, maar beter dan niks. Ja, maar goed, je hebt dat schitterend gedaan. En waarom ben je uiteindelijk weggegaan uit Groot-Brittannië? Ja, ik was eigenlijk van plan om daar een jaar langer te blijven. Maar de opdrachten die ik had gekregen toen ik kwam, ik had een paar grote dingen die ze graag wilden dat ik me daar voor in zou zetten. Die waren eigenlijk klaar. Toen kwam corona ertussendoor, dat heeft het hele jaar gedomineerd. En dus toen dacht ik, als ik nu weer aan een setje nieuwe opdrachten begin, dan ben ik weer 3-4 jaar verder. En zo lang wil ik hier waarschijnlijk niet blijven. En toen kwam de baan bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voorbij. Ja, misschien net een jaartje te vroeg voor me, maar ik dacht, wat maakt het uit? Het is een hartstikke leuke baan, het is eigenlijk precies wat ik zoek. En toen heb ik gewoon het besluit genomen. Ja, en als je nou terugkijkt, want je hebt ook de Nederlandse situatie heel goed gevolgd. Als je nou terugkijkt, je hebt een aantal keren al verteld dat de organisaties in Nederland wat meer centraal geregeld moeten worden. Dat het er veel discussie is, waardoor er geen standvastig beleid ontstaat. Als je nou terugkijkt, hoe zou het dan anders moeten in Nederland? Nou, helemaal niet zo heel anders. Het is een beetje onze cultuur, hè, om veel te polderen en te overleggen en te kijken of we daar met compromissen uit kunnen komen. Dat vind ik zelf ook prettig. Maar het laatste stukje ontbreekt vaak. En dat is dat we, als we er klaar zijn met alle discussies, dat er dan iemand zegt, oké, alles gehoord hebbende, gaan we het nu zo en zo doen. En wel vanaf volgende week. En dat is er niet. Maar dat kan er best zijn. Dus een minister kan die rol best pakken. Of zorgverzekeraars kunnen die rol ook pakken. Alhoewel ik wel ook wel zie dat het heel moeilijk voor hen is. Maar aangezien niemand die rol neemt, gebeurt er niks. Maar ik denk, als je dat een beetje toch aan zou willen jagen in Nederland, moet de overheid zich gewoon weer wat meer met de gezondheidszorg bemoeien. En niet bij elk probleem zeggen, dat moeten, ook een stom woord, de veldpartijen maar weer oplossen. Ja. En, maar zit het erin eigenlijk? Want vaak wordt er wel geëvalueerd en zegt, dit moet anders en dat moet anders. En dan verandert er eigenlijk toch niks. Dan blijven de problemen toch zitten. Nee, het gaat natuurlijk om twee dingen. Eén is, je moet een besluit nemen. En twee is, het moet natuurlijk wel een goed besluit zijn, zodat je daar wat draagvlak voor vindt. En wat mensen moeten het natuurlijk ook gaan uitvoeren. En daarna kan je het gaan evalueren. Dat vind ik allemaal best. Maar eerst, weet je, en het gaat niet alleen om coronadingen, hè, want dat is even een vergrootglas geweest afgelopen jaar. Maar we praten in Nederland ook al 10 jaar over, 15 jaar waarschijnlijk, over hoe we de acute zorg moeten organiseren. En of we overal een eerste hulpje moeten hebben, of ander soort posten. En dat we de grote ongevallen eigenlijk wel gecentraliseerd willen hebben. En niemand slaat met zijn vuist op tafel en zegt, en nu wil ik gewoon dat het over 3 maanden klaar is. En dat zou heel goed zijn. Ja, nou, de huisartsen die hebben ook wel actie gedaan. Het roer moet om over de vele paperassen die ze in moeten vullen. Dat ze langer bezig zijn met het invullen dan met patiënten behandelen eigenlijk. Maar volgens mij komt er ook weer een nieuwe actie van de huisartsen. Omdat dat ook niet veranderd is. Hè? Dat zijn actiegroepen die het overigens heel goed doen. Want ze doen het op een positieve manier en ze proberen iedereen te mobiliseren en erbij te betrekken. Maar wel strijdvaardig. Maar zij lopen ook een beetje stuk op het feit dat iedereen wel knikt en zegt, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens en wat goed en ja. Maar vervolgens gebeurt er niks. Nee. Want niemand die besluit gewoon. En de minister zou gewoon kunnen zeggen tegen bijvoorbeeld instanties die al die papieren willen dat je al die papieren invult. Ik wilde dat 50% vermindert. Maak maar een plan. Laat me dat maar zien over 4 weken. En ik wil graag dat het binnen een half jaar geïmplementeerd is. Weet je, daar begint het toch mee. En dan kan je, de ministers hebben zich helemaal teruggetrokken van gezondheidszorg. Omdat ze zeggen, het is een marktsysteem. Dus dan moet de markt wat ik net zei, de veldpartijen moeten het maar oplossen. Ja. Maar dat zijn allemaal virtuele begrippen. Dat betekent gewoon niks. Maar dat is dus heel essentieel als er een nieuw kabinet komt, dat daaraan gewerkt wordt.
Ik denk het wel, want ik denk dat we... Dit is al langer een probleem, maar ik denk dat nu met... Toen het even crisis was, hè, het afgelopen jaar, met corona, met verschillende momenten, dat het even spannend was, toen werd het wel heel erg duidelijk hoe weinig besluitvaardig we eigenlijk zijn. Ja, en in verband... Kijk, je verwacht... Er zal toch wel weer een nieuwe pandemie komen ook, hè? Ja, maar over 10 jaar of over 50 jaar of over 100 jaar of over 3 maanden. Wie zal het zeggen? Ja, dus ook over 3 maanden kan. Ja. Ja. Nou ja, dan zitten we nog lekker in de moot. En zijn we dan nog er al op voorbereid in Nederland? Nou, je kan je niet op alles voorbereiden, want je weet ook niet hoe zo'n pandemie er dan weer uitziet. Maar je zou je wel kunnen voorbereiden, wat meer in algemene zin, op als er weer zo'n ramp gebeurt waarbij er een heel groot beroep wordt gedaan op gezondheidszorg. Hoe organiseren we onszelf dan? En wat is dan, hoe ziet ons crisisteam eruit? En wat zijn de plannen en hoe gaan we dan heel snel opschalen als dat nodig is? En nu was het zo dat we het verleden jaar in februari eigenlijk allemaal een beetje moesten uitvinden. Ja, maar is die kans er dat er een ander beleid komt en dat ze sneller opschalen en dat ze sneller... Ik denk dat de tijdgeest er wel naar is, dat mensen het snappen nu ook en dat ze daar ook wel een beetje behoefte naar hebben of soms zelfs naar snakken. Dus het is meer een kwestie van, hebben we mensen in de politiek en op de ministerie zitten die dapper genoeg zijn om zulke stappen te nemen? Want je neemt wel een zekere verantwoordelijkheid. Het is niet altijd goed en je maakt ook niet altijd iedereen blij, maar dan gebeurt er in ieder geval wat. Ja, nee, maar daar ben je altijd ook van uitgegaan dat er wat moet gebeuren en dat je en ook niet altijd zo negatief moet zijn. Wat de minister De Jonge ook in het begin zei, van toen we met vaccinatie achterliepen, van ja, maar wij doen het heel zorgvuldig. Daar werd jij ook kwaad om, van net of het in Engeland niet zorgvuldig gaat eigenlijk. Die arrogantie een beetje, of het liegen. Nou, het heeft ook een beetje met liegen te maken, maar dat zeg ik, hoef jij niet te zeggen. Maar dat je de waarheid passeert, dat is misschien beschaafder gezegd eigenlijk. Oh, dat is mooi gezegd, ja. Ja, dus dat je gewoon, dat je iets anders zegt dan de werkelijkheid is. Dat je niet zegt van, we zijn stom geweest en de GGD die is overvallen en die kunnen het niet aan. En daardoor lopen we achter. Maar dat je zegt van nee, wij lopen niet achter, maar wij willen alles heel zorgvuldig doen. Ja, nee, dat werd op een gegeven moment natuurlijk bijna een parodie op zichzelf. Want het was zo zorgvuldig dat we helemaal geen vaccins meer. Dat is de allerzorgvuldigste manier. Dan gaat er nooit wat als je ze gewoon niet geeft. Nee, dan sterven de mensen bij bosjes, maar zorgvuldig eigenlijk. Ja, zo. Ja. En jij bent daar meteen, je hebt een optimistische blik en toch aanpakken. Want nu bijvoorbeeld met die artsen, dat initiatief wat een heel mooi initiatief is, de prullenbakvaccins eigenlijk, dat mensen... het is alleen maar, het hoeft niet eens een groot effect te hebben, maar het is het optimisme wat je bij mensen brengt. En mensen die zeggen, ik ga niet klagen in een hoekje zitten en pruilen, maar ik ga gewoon wat doen. Ja. Maar eigenlijk zijn dit burgerlijk ongehoorzame mensen, terwijl ze iets heel goeds doen. Ja, dan klopt er iets niet aan het systeem. Hè? Nee. Dat is een beetje gek. Maar dan vind ik ook raar dat Hugo de Jonge dan toch meteen zegt van, nou, dit hoort helemaal niet. Ja, begrijp ik ook niet. Nee. Maar als jij aan de macht bent, dan wordt het heel anders. En, nou, wie weet. Of weet je, dan ga ik vast misschien, als het ooit zo ver komt, gebeuren er vast ook weer allemaal dingen waar mensen heel erg opgewonden van raken. Ja, en dat ze ook weer denken van, is dat diezelfde Marcel Levy van toen nog? Ja. Die nu met Mark Rutte aan het lunchen is. En ken je... Ik lunch niet, dus dat is mijn groot voordeel. Oh ja. Maar, en ken je Mark Rutte ook eigenlijk, persoonlijk? Niet persoonlijk, nee. Oh nee. En wie ken je bij de Partij van de Arbeid persoonlijk dan? Oh, nou, de meeste mensen wel. Dus ik heb veel, met enige regelmaat contact met Liliane Ploemen. Omdat toen Lodewijk Asscher nog, die ik ook wel ken, nog de partijleider was, deed zij al volksgezondheid. Dus we vonden het leuk om af en toe even te bellen of te e-mailen.
Dus die ken ik wel. Dus, en ik ken nog wel meer mensen. Het zijn allemaal super aardige mensen. Ja, en Lilian Ploem is ook heel goed. En als jij daar komt, dan vergeeft de Partij van de Arbeid, de leden van de Partij van de Arbeid, ja, Damme is lid van de Partij van de Arbeid, die vergeven dan dat de Partij van de Arbeid toch weer in een kabinet Rutte komt. Want dan denk je, nou, dit is in ieder geval een goede set. Of zouden ze Van Rijn nemen? Nou, die vind ik ook heel goed. En die heeft ook echt heel veel goede dingen gedaan. Toen hij zelf staatssecretaris en later minister was. Dus daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik denk dat je als Partij van de Arbeid, ja, wel of niet met Rutte, je moet gewoon, zo moet je helemaal niet denken. Nee. Je moet denken vanuit je eigen kracht. Je hebt een programma en dan wil je graag dat het uitgevoerd wordt. Dus dan moet je in een regering zitten, want dan heb je veel meer kans dat je programma uitgevoerd wordt. En dan moet je gewoon zelf zo goed zijn dat het niet uitmaakt wie er nog meer in die regering zit of wie je af en toe dwars zit. Ja, nee, je moet sterk genoeg zijn dan, inderdaad. Ja, precies. En de Partij van de Arbeid gaat dan met GroenLinks ook waarschijnlijk, hè? Die programma's die kan je bijna over elkaar heen leggen. En dan zie je geen verschil, dus ja. Nee, dan ben je ook voor dat ze samen gaan, Partij van de Arbeid en GroenLinks... Nou, ja, laat ik het andersom zeggen. Ik begrijp eigenlijk niet dat ze dat niet al gedaan hebben. Want dan krijg je weer hele verfrissende nieuwe mensen. Die toch een nieuw geluidje laten horen. Dat vinden mensen die moeten stemmen ook prettig. Ja. En nog, de standpunten van beide partijen verschillen nou minimaal. Ja. Nou, dan... Dami heeft een vraag vanuit de kijkers. Ze vragen of je over het algemeen genomen... Er was altijd veel kritiek op de NHS, de National Health Service in Engeland. Hoe vind je dat in het algemeen? Is het nou beter in Engeland geregeld dan in Nederland? Of maakt het niks uit? Of is het toch slechter? Ja, leuke vraag. Ja, die NHS in Engeland is heel interessant. Die is heilig, hè? Daar mag je niks kwaads over zeggen. Maar mensen mogen er wel op mopperen. Dus mogen wel zeggen dat onze NHS toch niet meer is wat die was. Ja. Maar als je eraan zit, nou, dan worden ze boos. Ja, is het nou beter dan het Nederlands systeem? Het maakt niet zoveel uit. Al die systemen, je kan in een systeem, het gaat om hoe je je in een systeem gedraagt. Ja. En hoe je daar je prioriteiten stelt. En dat kan in het Nederlandse systeem ook heel goed. Maar dan moet je de knopjes een heel klein beetje anders zetten. Dus per saldo is er eigenlijk weinig verschil. Ook niet in de effectiviteit. Oh nee, ik denk dat de Nederlandse gezondheidszorg echt net zo effectief en veilig en kwalitatief goed is als het Engelse systeem. Ik heb wel natuurlijk geleerd dat er bepaalde elementen zijn in het Nederlandse systeem die echt hartstikke goed zijn en waar de NHS van kan leren. Maar ik heb ook dingen in Londen gezien waarvan ik denk van nou, daar kunnen we in Nederland ons voordeel mee doen. Ja. Nou, en wat is het rechts voor een schilderijtje? Welke? Daar, nee. Waar je denkt, deze, het beeldhouwwerkje. Dat is het binnengasthuis. Oh, gewoon een foto. Ja, nou, zo'n ouderwets schilderijtje. Ik heb er heel veel gekregen toen ik afscheid nam. En dit is het binnengasthuis. Daar hebben ze hele leuke tekeningen van. Dus ja, En achter je boek staat Afrika. Eyes over Afrika, links, ja. Ja, het is een heel mooi fotoboek van Afrika. Oh ja, zie je? Want dat heb je vaak als je met een FaceTime-gesprek hebt. En normaal wordt er nooit aandacht aan besteed wat de kijker ondertussen nog ziet. Eigenlijk. Ja, ik zit meestal niet hier, want dit ziet er heel erudiet uit. Hè, met zo'n boekenkast achter je. Dan denk je, oh, dat is een geleerde man, die leest al die boeken. Maar meestal ben ik een kwartslag gedraaid, maar dan zie je mijn wijnrekken met allemaal flessen. Dat maakt een frivole indruk, hè? Oh, maar mogen we dat dan zien nog? Nou, je kan wel een beetje draaien, dan zie je het misschien. Oh, wat mooi. Ja, maar zoveel is het ook niet. Nou, gaat natuurlijk maar een deel zien. Ja. Oh, en dat zagen de mensen ook bij Op1. Nee, want toen was je in Londen natuurlijk. Toen was ik in Londen, toen zat ik in mijn flat daar. Ja. Ja. Nou, Marcel, ik vond het een heel goed gesprek. En ik ga dan Liliane Ploemen bellen. Of zal iemand weet. Oh my god. Nee hoor. Die arme vrouw. Ik hou het nee. Komt goed. Het komt goed. En je moet ook, ik zeur erover. Maar anderen die doen het toch niet meer, denk ik. Want dat moet ook niet. Nee. Anders dan word je inderdaad iemand die bij de telefoon zit te wachten. Terwijl het van
Het gaat van, het is van dominee Gremdaad uitgegaan dat jij minister wordt. En het gaat van de ander uit. Dat is zo. Ja, misschien kan de dominee gewoon wel formateur worden. Dan zijn we van heel veel problemen verlost. Zeker. Ik zal het eens vragen, maar dat lijkt me heel erg. Heel snel ook dan. Ja, ja. En de Kamer die krijgt niet de tijd. Want dat was een van de medewerkers die zei ook nog. Nou, het is niks voor Marcel. Want die Kamer die discussieert maar en die praat maar. En dan zit je in vak K en dan moet je maar afwachten. Terwijl jij snel wil handelen en het een discussie kort wil houden. Ik wil, als ik er wat over te zeggen heb, wil ik het altijd snel doen. Maar ik kan wel geduld opbrengen voor dingen die soms wat langer duren. Als ik spreker doe op het ziekenhuis, dan kan ik ook niet snel. Dan doe ik het ook rustig. Oh ja. Nou, mooi. Nou, tot de volgende keer dan. En een fijne tijd. Dag, Marcel. Dag. Dag.